Welkom allemaal bij onze nieuwsvlog. Als je denkt, wow, wat staat het uit? Ik ben aan het kolven. Ik heb nu het allerlelijkste wat je ooit in je leven hebt gezien. 85 euro. Zo'n lelijk ding. Ja. Als je kind er plezier van heeft. Ik koop de jordkleding voor, dat is bizar. En een kleedje in je duur. Oké, we zijn een kleine rok aan het shooten. Kijk ze nou. De baby's gaan met elkaar op de foto. Oh, met de kleine rok en lip. Livia, ik wil niet dat je dit zegt. Dat weet jij dat ik dat haat. We hadden vandaag even, nou geen oppas, want papa's zijn geen oppas, maar even geen wederhelft die ons kon helpen met de baby's. Tijdens deze vlog opnemen, dus vandaar dat ze op schoot zitten. Mam live. Welkom allemaal bij onze nieuwsvlog. Met de kleine rok en lip. Livia, ik wil niet dat je dit zegt. Dat weet jij dat ik dat haat. Lilo. Livia, oké. In deze weekvlog, oftewel een 3-week-vlog, zie je heel veel baby's. Heel veel baby's. Je ziet een newborn shoot met... En Livia gaat naar de spa. Gaat naar de newborn spa. En je ziet hoe ik mijn huidroutine weer opneem met Clay & Glow. Yes, en onder andere ook Livia haar nieuwe speelgoedkleed. Dus eigenlijk heel veel baby's en onze dagelijkse routine dingetjes. En hoe het leven is als mommies. Als mommies. Mam life. En wij hebben een nieuwe camera. Dus de vorige dagboekzellen vlog keken we heel erg naar het scherm. Dat proberen wij nu niet te doen. Dan keken we heel erg naar onszelf. Ja. Ik vind het erg. Jullie, ik heb zo lang niet gevlogd voor jullie. Maar het kwam gewoon. We hebben zoveel te doen de laatste tijd. En we hebben een nieuwe camera. Wat echt geweldig is. Maar we moesten nog heel even ontdekken hoe we hem opladen. En dan hebben we natuurlijk de komst van Lieve Rocket. Waar Jill helemaal idolaat van is. Wat natuurlijk logisch is. Maar dat we daardoor een beetje zijn vergeten voor jullie te vloggen. Want ze wilden echt van het moment genieten. Met hem samen en mij. Dat ze nog even met z'n drietjes zijn. Dus dat begrijpen we ook wel weer. Maar ja, voor jullie is het natuurlijk ook niet leuk als we dan weer geen vlog uploaden. Maar we zijn gewoon helemaal nog op onze volse wolk. Er viel dan blauwe wolk met onze baby's. Dus we proberen nu voor jullie meer te filmen en het weer even op te pakken. Het is ook weer wennen als je zo lang niet hebt gefilmd om weer de vlogcamera te pakken. Maar vandaag gaan we iets heel leuks doen. We gaan namelijk met Livia en Jaime gaat voor het eerst naar zo'n newborn spa in zo'n tube om de nek in Almere. Dus dat is wel heel erg leuk. Het is haar eerste keer. Livia houdt echt van water. Even in de auto stappen. En ze houdt ook echt van lampjes en lichtjes. En dat is allemaal bij de newborn spa mogelijk. Het mag nu met corona is het weer open. Jaime en ik gaan nu met z'n tweeën met Livia daarheen. Ik ga nu eerst even naar kantoor. Een paar meetings en comments voor de nieuwe collectie. Afgelopen tijd ook geshoot. Jill kan natuurlijk nog niet shooten. Dus het is een beetje hectisch dat ik er kan shooten. En dan heeft Livia weer honger. Moet ik weer naar huis. Ik kan echt max 3 uurtjes op kantoor blijven. Moet ik weer weg. Dus het is een beetje rommelig. Oh, ik zit nu in de auto en James stuurt een video van Livia. Ze lag te slapen. Nou. Mam live. Stouterd. Oh, ze is zo stout. Ik ga echt van hak op de tak, sorry. Ik heb ook zoveel te vertellen. En het zal waarschijnlijk allemaal een beetje door elkaar heen zijn, maar goed. Ik ga nu onderweg naar kantoor. Ik heb de superleuke Reinerslegging weer aan. En we kregen heel veel de vraag over welke camera ik heb. Ik heb hier ook echt zo'n mooie beeldmateriaal van. Beeldmateriaal, maar nou. Beeld. Echt zo scherp. Het is van Sony. Ik moet even kijken welk model het is. En dus laat ik jullie even nog weten. Onder andere vertel ik ook in deze week nog dat we enorm druk zijn op kantoor. Wat houdt dat precies in? Ja. Ja. We zijn nu momenteel, ben ik de nieuwe collectie aan het shooten voor de website. Als jullie denken... Als jullie denken, waarom zien we jullie niet op de website? Dat is natuurlijk omdat Jill net bevallen is. En ik moet alles nu shooten in mijn eentje. Dat was ook afgelopen winter. Dat heeft Jill in haar eentje in de winter gedaan. Ik moet nu de zomer doen. Ik had het liever andersom. Ik moet straks ook bikinis aan. Dus wat ik bedoel met druk op kantoor zijn eigenlijk puur eigenlijk onze comments doen voor de nieuwste collectie. Onze collectie ontwikkelen. Kijken waar we fotoshoot gaan houden dit seizoen of dit jaar. Ja. Zien we toch weer niet weg kunnen. En het is echt... Amazeballs. We hebben al superleuke ideeën. We gaan een outlet in Bataviastad trouwens ook. Waar dat is superleuk. Dus die gaan we helemaal fine-tunen tot een Reiners pop-up store. Nu is het nog even een sample sale. Dus er wordt heel leuk op gereageerd. Maar daar zijn we dus druk mee bezig. En wat wel het verschil is met sample sale, wordt niks meer aangevuld. Maar dit blijven we continu aanvullen. Dus ja. Er is continu nieuwe claim. Dus als jij vorige week bent geweest, is deze week weer anders. Woehoe. Dus vandaar zijn we voornamelijk heel druk mee. En natuurlijk als gewoon beginnende mama's met alles ontdekken en ontwikkelingen en... De groeidingetjes. Gewoon echt als gezinnetje zijn we ook gewoon even aan het genieten. Omdat we natuurlijk iets minder druk hebben dan normaal gesproken betreft. Tripjes naar buitenland of naar China voor zakentrips of shoots. En we hebben een heel goed team op kantoor zitten. Dus dat scheelt ook mega erg. En bless your soul. Bless your soul. Moet je er zo wiebelen? Maar anders blijf je niet stilzitten denk ik niet. Julie, ben jij nog aan de slag op kantoor of zit je nog op je blauwe wolk? Nou, wat ik zeg. De 6 weken zijn nu officieel voorbij. Dus officieel moet ik nu weer gaan werken. Ik ben natuurlijk wel thuis nog steeds met Marie bezig. Met van alles en nog wat. Dus ik heb niet gewerkt. Maar niet
niet fysiek in kantoor geweest. Nee, dus namelijk vanaf, nog veel thuis. Ja, vanaf morgen toevallig. Het was niet gepland, willen we naar kantoor. Dus we doen, maar ja, ook omdat nu door corona is het rustiger. Dus ja, we gaan zeker naar kantoor. Maar het is nu wel, de tijd is er wel om het nu rustiger aan te doen. Dus dat is wel heel fijn. Maar we moeten natuurlijk wel van de volgende week, denk ik wel, weer een paar uurtjes. En vanaf april heb ik een vaste oppas. Ja. Waar ik heel blij mee ben. Dus dan kan ik gewoon weer helemaal back on track. Back on track. We hebben nu voor het eerst tassen gemaakt. Of tascollectie. We hebben natuurlijk ook al die andere tassen, maar het zijn meer shopper bags voor de boodschapjes en noem maar op. Dit zijn echt de collectie fashion item tassen. Ja. Super leuk op gereageerd. We hadden ook een hele leuke giveaway gedaan, werd ook goed op gereageerd. Dus dat wilden trouwens ook met jullie een giveaway doen. We hebben nu 58.000 volgers op YouTube, maar met de 60... wilden we ook een hele leuke giveaway doen. Dus er wordt super leuk gereageerd op onze tascollectie. Wat ik momenteel aan heb is ook net gedropt, de trekking styles. En wat Sue aan heeft, de booties ook. Nou, dat zie je. Ik zie je niet door de rocket en de sportlegging. En de sportlegging. Zie je het, Marie? Ik zie je niet. Kan niet kijken. Oké. Okay. Zie ik niet. Nou, heel mooi. Dus we hebben dit ook gelanceerd. Het wordt super leuk gereageerd op de zomer. Dus we willen jullie sowieso bedanken voor alle support. We hebben het ontzettend eigenlijk ons best voor gedaan. En we hebben wel iets minder campagnemateriaal. Maar tot nu toe gaat het eigenlijk wel heel goed. Ja, ja. Maar eerst gewoon, ja, wat ik zeg, we kunnen niet naar buitenland. Dus de creativiteit is veel minder. Ja, maar elke dag als we het aan hebben, wel weer een leuk fotootje voor jullie te shooten. Dus meestal wel met de baby's. Dus als jullie de baby's zat zijn, dan word je pech. Ja, dan hebben jullie pech inderdaad. Jullie gaan naar de office. Kijk hoe mooi deze tas is. Oh my god. Ik heb er meteen al lieve spullen ingedaan van de Reiners om mee naar de spa te gaan. Ja. Zoveel zin in. We zijn bij Newborn Spa aangekomen. Ze hebben al haar naam. Oh, ik ben zo benieuwd hoe ze het gaat vinden. Dit is haar badje. Ik heb net borstvoeding gegeven. Hebben ze een speciaal hoekje voor. Ik heb lekker daar in de hoek gedaan. En jij gaat nu onze Livia omkleden voor het badje. Leuk dat je leuk? Ja. Oh, wat ga je doen? Zo niet op een blootje. Wat ga je doen, Livia? Ik weet niet zo goed wat je dit. Mag je deze even onder haar billen schuiven? Je andere hand even goed vast, dat je haar arm goed vast hebt. En dan mag je er heel rustig in het water tillen. Nou, wil je je tong uitsteken? Oh, wat is dat, Livia? Waar ben je beentjes dan? Hou daar nu onder. Ze zit je echt te volgen. Oeh. Is het goed als ze juist strikken? Ja. 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 Het is echt goed. Het gebied, hè? Ja. Grappig dit, naar beneden. Oh, wat leuk. Een meisje, hier. Ze zijn druk bezig. Ze denkt, wat is dit? Ik wil alleen maar zwemmen. Livia. Hallo. Hi. Vind je het zo mooi? Jij vindt het wel lekker, hè? Ik kan lachen. Hoi. Wat vind je van de bubbels? Ben je zo druk aan het bewegen? Hey, de baby hier. Druk te maken? Hallo. Dat is leuk, Livia. Dat lichaampje er ook onder. Goed hoor. Oh. Ja. Wat jullie ook in deze week nog zien, is dat we met Livia voor het eerst naar de Newborn Spa gaan. Superleuk. Oh, dat is hilarisch. Livia houdt al van water van in bad en douche, dus ik was er niet heel erg bang voor. Maar ik denk misschien, omdat ze dat ding onder net moest, dacht ik van, gaat ze naar het spa? Het is wel haar eigen willetje, dus als ze iets wil, dan wil ze het niet. Nee. En ze dat nou hebben? Ja. Nu lach ik er nog om, maar ik denk over het weer dat ik denk, help. Nee, maar dat was super leuk. We zijn naar de Newborn Spa geweest. En super fijne ervaring. Vanwege corona hadden we die gewoon helemaal voor onszelf. Er zit een hele eigen borstvoedinghoekje, dat je lekker je borstvoeding kan geven. En ook aan de hand van de leeftijd doen ze die band om, toch? Ja, en ook de hitte van het badje wordt bepaald. Eigenlijk hoeveel ze weegt, hoe oud ze is. En ze vond dat echt mega leuk. Dus wij gaan 7 april weer. Dus zoals je ziet is heel bewegelijk. Dus ze vond het heerlijk om lekker te kunnen trappen en te kunnen. Ja, anders kan ze gewoon haar energie niet kwijt. Zij wil echt van alles doen, alles kijken. Zoals nu kijkt ze weer naar de tv. Oh, wat zie je daar dan? Dus nee, het was een superleuke ervaring samen met Jaime. Jaime heeft er dan erin gedaan, ingetild. Die vond het echt ontzettend leuk. Dus zeker voor herhaling vatbaar. Het is ook heel goed voor de motoriek en gewoon voor de ontwikkeling van de baby. Dus wij gaan zeker vaker dit doen samen. Misschien de volgende keer samen, is wel leuk. Ja, is heel leuk. Er is een storm, jongens. Hoor je dat? Voor mij heb ik nog nooit zoveel. Wind. Meegemaakt als nu. Ik ga denk ik ook wel filmen, maar jullie horen me toch niet. Even kijken wat... Oh, het is echt heel erg. Mijn auto staat fucking ver. Oh. Nou, het valt me nog mee. Denk ik. Ah, ik was te hard. Ja. Oh.
Jezus, wat is dit? Wat een wind. Ik ben gisteren naar spa geweest met Lydia. Ze vond het echt geweldig. Zo leuk om te doen. Ze wordt er helemaal relaxed van. En het is goed voor de motoriek ook nog eens. Ik ga volgende maand weer. Zo leuk vond ze het. En ik ook. Ik ga nu weer shooten. Dus ik ga jullie meenemen vandaag in de shootdag. Wat een kou. Ik draag natuurlijk weer reinders. Zoals everyday. En ik kreeg heel veel vragen over de jassen of als we t-shirts dragen, Sjoen. Maar we kopen eigenlijk alles bij de herenafdeling. Dus dit is ook weer een jas van de heren. Ik vind het oversized gewoon heel erg lekker. Het is voor al jullie antwoorden, vragen. Kijk nou, ik heb overal blaadjes in mijn ogen van de wind. Wij kopen alles bij de herenafdeling. Nou, dat was hem weer. Tot zo. Girls, ik moet weer shooten. En ik moet nu de nieuwste en Tarza kleurtjes shooten. Zwart en crème hebben we natuurlijk altijd. Maar blauw, roze en mauve ga ik nu shooten. Ik heb deze schoenen leuk voor bij blauw en roze. En ik heb nu de reinslaarsjes aan bij mauve. Vond ik wel erg leuk. Ik ga nu het topje aandoen en laat ik even zien hoe ik eruit zie. Ik heb nu een Tarza set. Best wel challenging, aangezien ik natuurlijk net ben bevallen van Livia. Maar ja, het valt nog mee hoor. Ik mag echt niet klagen, maar om nu kroptopjes en strakke dingen aan te doen en vooral lichte kleuren is heel erg leuk. Not. Maar ja, iedereen wil dat ik net bevallen ben en ik draag nog steeds een maat S, dus het valt nog steeds gewoon goed op maat. Hoe is het met kleine Rock? Rock is nu precies vandaag 6 weken. Ja. Ja, 6 weken alweer. Dat is echt onwijs voorbij gevlogen. Het is bizar. Ik huil niet meer. Nee, je had wel heel erg veel last van kraamtranen. Ik had heel veel last van kraamtranen, maar hij groeit onwijs goed. Hij eet, hij slaapt heel fijn, heel chill. Ja, eigenlijk hebben we allebei heel veel mazzel met de baby's. Met de babytjes. En ja, wat ik moet zeggen, ik vind het niet zo'n drastische verandering nog uit mijn leven. Ook omdat corona nog steeds is, dus je kan niet uit eten, je kan niet op vakantie, je kan helemaal niks. Dus wij zijn volop aan het genieten nu met kleintjes van onze baby's. Ja, wij allebei nemen ze overal mee toe. Als we lekker naar het strand gaan, nemen ze mee. Ja. Lilo die wil nu graag Rocket aanvallen. Ja, yep. Die denkt alleen maar, ik wil naar Rocket toe. Nee, dus het gaat hartstikke goed met Rock en ook met mij. Jouw stijl ging heel, heel chill, moet ik zeggen. Ja. Ik heb echt nergens last van. En ja, wat ik zeg, mom life till now is so far so good. So far so good. Het is vandaag shootdag. Opnieuw met kleine Rock. We gaan de shoot nadoen die we bij Cooper hebben gedaan. Toen we de pregnancy aankondigden, dat waren met deze jasjes. En Mike heeft die ook voor kleine Rock gemaakt. Dat ga ik zo aan jullie laten zien. Ik ben nu snel de laatste dingetjes aan het pakken. En als je denkt, wow, wat staat het uit? Ik ben aan het kolven. Dus niet dat je denkt, wat heeft zij? Ik word gemake-upt door Harley. En we gaan bij mama in het huisje een fotootje maken. Alleen met Cooper. En dan gaat hij weer weg. En ik heb ook hele leuke engelenvleugeltjes besteld. Om een soort van angel foto te maken met mijn kleine Rock. Even kijken, het is een nieuwe camera. Dus ik moet wennen om niet daarheen te kijken. Of te doen, maar hier. En dus ik word mooi gemake-upt. Ik ga precies hetzelfde aan doen als die shoot van toen. En ik heb super veel zin in. Dus ik ga even snel de spulletjes pakken. Ik heb nu Rock, dus het is nu wat anders dan normaal. Even kijken. Kan het zo? Joejoe. Deze zie ik niet. Oké, ik kom zo bij die terug. Het ligt zo echt prachtig hier. Ja, kijk ze nou. Kleine Rock. Ga je dat dingetje naar beneden? Oh, dit is toch zo lief. Oh, dan gaat ze sok, jongens. Oh, misschien heeft hij sowieso sokjes uit. Hier is het goed. Toch? Maar zie je wel. Ja, die kraag moet misschien een beetje. Oh ja. Nou jongens, we kunnen voor hem bij je moeder shooten. Ja. Okay. Zo. Een klein beetje daar. Stop, stop. Nee, iets. Stop. Ja, perfect. Ja. Zo, komt dit leuker is. Laat niet zijn linkerarm op je schouder leggen. Nee, linkerarm. Nee, links. Ja. Ja. Okay. Nee. Stop. Ik kan niet zien vanaf hier. Misschien is het mooi als je met twee handen vaststaat. Het voelt een beetje ongemakkelijk. Twee handen, Mike? Hey, Dad. Hey, Mom. Hey, Rock. En San, ja. Zo leuk. Ja, dat is zo goed. Ja, zo gaat het al beter. Zo. Ja? Mam, kon je al mijn ringen... Wat? Mijn ringen goed draaien? Ja. En kan je misschien één keer proberen, ik weet niet of dat kan, dan moet je zijn hoofdje heel wat vasthouden. Misschien ietsje lager vastpakken, dat je iets meer een klein beetje bolletjes zit. Ja, en dan je vingers ietsjes hoger. Hoe schattig zijn mijn mannetjes? Ik nog een mannetje, hier is nog een mannetje. Dat is stinky. Mooi, stop. Nog een kutje. Ik wil jou niet stinken. Hoe lief, kleine Rock. Oké, we zijn met kleine Rock aan het shooten. Ook Mike heeft hier weer een jasje beschilderd. Kijk nou lief. James. Yes. Zo snel kan dat gaan. Dat jasje. Schattig, hè? Dat heeft Leila weer mooi gemaakt. Mooi camera, heb je ergens een gezicht in de camera? Nu nog een keer kus geven aan elkaar? Ja.
Kijk nou. Helemaal lekker in slaap. Ja, lekker hè. Nou, oh, zo mooi. Zo mooi. Ja. Nee, jongen, ik was echt verschil. Laatste fotootje gehad. Ik wil alleen niet even op de vlog zetten. Het was je lief, Rob. Kijk eens, de baby's gaan met elkaar op de foto. Nou, oh, schattig. Krokketje. Stop, kijk eens, mannetje. Kijk eens, mannetje. Oh. Hij heeft geen zin meer. Hij heeft toch genoeg foto's gemaakt. Ja. Kijk eens. Oh, ga je weer lachen. Wil je een Gucci pakje aan doen? Oh, Lilo. Dat is echt leuk. Kijk eens. Een kerstkaart. Dat is leuk. Ja, verdomd. Oh. Oh ja, dat vind ik heel leuk. Oh, en nog een paar? Ja, en dan misschien echt nog tot hier misschien. Zo. Waar? Echt, dat, echt een close-up. Lilo, fotomodel. Moet naar Koen kijken. Ja, we moeten eigenlijk daar staan. Kijk eens. Je voetje, kijk eens. Julie, hoe was jouw fotoshoot met Cooper? Ja, we hadden dus een fotoshoot gepland. Jullie zullen wel denken, arme kind heeft alleen maar fotoshoots. Maar ik vond het leuk om in de eerste maand, zeker omdat hij nu zo klein is, zoveel mogelijk beeldmateriaal te maken of zoveel mogelijk foto's. Want ik denk, als ik altijd Livia zie hoe groot ze alweer is geworden, gaat zo snel. Ja, het is echt alle clichés zijn mooi. Ja, dus ik heb één shoot gedaan met Tarone. Dat heb je al gezien op mijn Instagram. Daar heb ik ook nog veel foto's van die ik moet posten. Ja. En deze fotoshoot was met Cooper. En we hebben dan onze aankondigingsfoto dat ik zwanger was opnieuw gedaan. Dus Mike heeft het leren jasje weer beschilderd van hem. Met die leren biker jassen foto gedaan. En dan hebben we met mijn moeders franjes jasjes. Ja. Het ook voor kleine rok speciaal jasje gemaakt. Ook een twinning foto gemaakt. En ik had ook nog een engelenfoto, maar die had ik dus vergeten te filmen. Maar Cooper is dus naar mij toegekomen en hebben het hier gewoon in het huisje van mijn moeder geshoot. Gewoon een wit doek meegenomen. Lekker aan huis voor de baby. Dat ze gewoon lekker nog borstvoeding kon geven. Ja, en ik heb echt mega veel foto's, maar we zijn uiterlijk denk ik 1,5 uurtje bezig geweest. Dus hij werkt gelukkig goed mee. Hij was lekker aan slapen, eten. En, ja, ik heb alleen een jasje hoeven te verwisselen. Dus het is ook niet heel intens zwaar voor hem geweest. En dat vond ik echt super leuk. Maar ik hoop gewoon zoveel mogelijk foto's te hebben, ook voor later. En Lilo. En Lilo heeft ook nog een beeldfotootje gemaakt. Ja, dat was echt. Ik kwam even natuurlijk langs om Sjoel en Mike en Rocco te bekijken naar die shoot. Ze had een heel mooi pakje aan. Dus Koep zei meteen van maak even een foto. En die was binnen 2 seconden eigenlijk beelden. Super leuk geworden. We proberen wel zoveel mogelijk herinneringen nu samen te maken. Nu het ook wat rustig is met Reiners. Want die tijd haal je gewoon nooit meer in. Nee. Dus daar zijn we wel optimaal aan het benutten als gezinnetje. En we kunnen niet wachten tot Romee bevallen. Oh, ze is nu slopen. Het is 26 maart uitgerekend. Het is nu 18 maart. En het kan gewoon elk moment gebeuren. Ja, het is 18 maart. Ja, was niet bevallen. Dat is 8 dagen eerder. Oh ja. Ja, Sjoel had gewoon nu dan de weeën. Ja, ik had dan vannacht. Ik slaap echt heel, heel rot. Jij? Nou, ik had dus vannacht mijn telefoon in de oplader gedaan in de woonkamer. Oh nee. Maar je hebt dus niet goed ingedaan. Maar, toen dacht ik, godverdomme, dat moet ik niet meer doen. Want als zo mee bevalt, dan hoort niks. Nee. Dus, maar Mike die werkt s'nachts toch tot best wel laat door. Dus die kan altijd nog wel wakker maken. Maar dus, dat voelen we ons pas echt compleet. We hebben er zoveel zin in. Ja, we kunnen niet wachten op kleine tenen. Puntje. Dus ik denk volgende week vlog in de zondag dat jullie... Dan zien jullie onze kleine meisje. Dat moet wel. Ja, of ze moet later. Of over tijd, ja. Dat kan maar ook. Dat denk ik niet. Oké, ik zag dus curls dit bij Negin. Dat je ook krullen kan maken met je handdoek. En ik ga dit dus proberen. Ik heb in plaats van sokken mijn tailleband van mijn badjas gevonden van Skims. En ik heb deze al gedaan. Dus ik ga nu met jullie de andere kant doen. En dan laat ik even weten of dit überhaupt werkt. Want het zal wel heel veel schelen voor je haar qua slechtheid. Maar ze zetten dus niet bij hoe lang het duurt. Maar I'm gonna try it. Je doet hem zeg maar midden van je hoofd. Dan pak ik al mijn haar. En dat moet je dus eromheen draaien. Ik denk dat ik vanaf deze kant begin, omdat ik mijn krullen wil. Dit draai je er helemaal omheen. En ik heb best wel lang haar, dus dat is wel wat langer. En dan maakt het helemaal zo. Ta-da-da-da. En dan moet je het draaien in een knotje. Nou, ik heb nog nooit zo charmant uitgezien, jongens. En dat moet je dus laten zitten. Nou, I'm curious. En ik hoop dat ik hele leuke krullen heb. En dan laat ik jullie weten of dit werkt. Dus, ik ga even opzoeken. Laat ik even jullie weten ook hoe lang het in moet. En hoe voel ik me met Heidi? Maar als het helpt, het is gewoon nat van het douchen en gewoon gezond. Dus dan staat maar eventjes voor lul. Ik vind het enig, 2 knotjes zo. En ik vind het ook echt ideaal in plaats van de sok. Gewoon je badje als middel. Nou. Winkie, winkie, winkie. Ik hou je toch. Ik heb het helemaal ingewikkeld. En ik ga nu even opzoeken hoe lang ik dit in moet. Ja, dat staat er dus niet bij. Ik denk dat het droog is. Ik hou jullie op de hoogte. Ik ga denk ik gewoon een nachtje mee slapen. Ah.
before. En hierna dan morgenochtend de after. Oké, okay, ik had jullie gisteren die beeldige knotjes laten zien. Eindstand, je moest er dus mee slapen. Maar ik heb Livia en het was echt niet te doen. Hier een knot en daar een knot. Ik heb natuurlijk heel dik haar. En je moet echt stil blijven liggen. Dat kan natuurlijk niet met een baby. Dus ik heb het eruit gehad in de nacht en het bleef dus niet zitten. Dus ik heb nu gewoon weer met even snel een steltang mijn haar gekruld. Wat ik laat zien. Omdat het gewoon, voor mij was het binnen 10 minuten werken, is dan niet healthy. Maar het blijft wel echt voor, als ik het wil, echt een paar dagen zitten. En ik dacht nu de nieuwste collectie van Reiners. De hoodie met de bijpassende broek. Lekker in een grote maat M. Ik hou van dat het lekker nog oversized zit. Wij gaan nu naar kantoor en ik heb geen idee wat dit is. Het ziet er heel vies uit, die spiegel. Zal ik een lipstick of zo zijn geweest. Goedemorgen allemaal. Zoals jullie misschien weten heb ik een shoot achter de rug. En dan laat ik meestal altijd make-up zitten. Houdt in dat ik meestal altijd mijn oogmake-up laat zitten. En de rest dan eraf haal. Maar daardoor wordt mijn huid natuurlijk wel iets geïrriteerder. En is het wat... Ja, is het gewoon niet gecleaned of niet fresh. Dus dan krijg ik wat irritatie. Dus ik heb even wat mee eten echt om mijn neus. Ik weet niet of je het zo goed ziet. En wat kleine pukkeltjes. Dus denk, het is weer tijd om te kleding glowen. Dit doe ik weer met een hele nieuwe pot. Mijn andere pot is alweer op. De moisturizer is ook op. Die gebruik ik nog het allermeeste. Maar die gebruik ik de face wash denk ik het meeste. Ik ga dus nu voor een volledig masker even voor mijn gezicht. Tussendoor tip ik af en toe nog wel wat plekjes aan. Ik moet natuurlijk niet altijd het hele masker te uitproberen. Nog heel veel de vraag van mensen of het bij hun ook werkt. Maar ze hebben nu, zag ik toevallig, een testertje wat je kan kopen. Gewoon wat uitproberen of het op jouw huid werkt en of je het lekker vindt en noem maar op. Het masker is dus roze, voor degenen die het nog niet weten. En nog niet weten dat wij echt Clay & Glow fans zijn. Ik kijk nu even naar die kant, want dan kan ik het beter het masker opsmeren. Ik doe dus even het hele masker op mijn gezicht, omdat het mijn huid er even behoefte aan heeft. Zo. Rock en Mike liggen naast mij. Voordat je denkt, wat hoor ik naast jou? Dat is Rocket. Dit zijn zijn geluidjes. Zijn dino geluidjes noemen we het. Komt op mijn neus. En intussen. Mom live now. Dus ik denk dat je vaker dat soort geluidjes op achtergrond gaat horen. Heeft een andere baby ook. Ken je die andere baby die ook zo'n geluidjes maakt? Rocket doet ook heel vaak. Mama zegt, is die deur nou nog steeds niet dicht? Oké, nou dat was even mijn leuk grapje. Even kijken, ik heb nu het masker op. Ik laat het zo, ja, het zijn 10 minuutjes drogen. Hoe dikker je het opsmeert, hoe langer het natuurlijk duurt. Ik heb nu een beetje een dun laagje gedaan om mijn huid een beetje te helpen. Zoals jullie kunnen zien, is alles ingesmeerd. Dan ga ik even Rock's borstvoeding doen en wat dingetjes en haal ik het daarna af. En dan laat ik jullie het eindresultaat zien. 10 minutes later. Nee, jullie zien, ik heb het masker eraf gehaald. Hierna voelt het een beetje... droog aan, een beetje stug. Vandaar dat de Clay & Glow de Hydration Moisturizer heeft uitgebracht. Dat is mijn favoriet. Hij is nog rozer. En die gebruik ik eigenlijk altijd na het masker. Maar eigenlijk ook voor elke keer als ik mijn make-up opsmeer. Gebruik ik de Hydration. En Mike gebruikt deze eigenlijk ook, hè? Nee. Wel waar. Ja, ik wil hem gewoon niet toegeven. Nee. Clay & Glow is je beste vriend. Oké. Okay. Is niet de Hydration. Klaar, Mark. Jullie kunnen zien na de moisturizer hoe erg je huid met je dat glow krijgt. Helemaal zo doorheen gebloed, hoe zeg je dat? Glow en glow. Doorgecirculeerd. Ik kon na mijn zwangerschap niet meer woorden. Wat? Gedoorgecirculeerd, hoe noem je dat? Als je het zo ziet, het alles lekker... Doorgecirculeerd? Nou, ik gebruik dus daarna altijd de moisturizer. En die laat ik dan eventjes drogen voor ik mijn foundation opsmeer. Maar daardoor smeert mijn foundation ook veel makkelijker uit en blendt het veel lekkerder in. Dus dit is zeker mijn favorite. En in de comments hieronder, onderaan de YouTube vlog, staat weer een leuke kortingscode voor jullie. Die jullie kunnen gebruiken. Dus wij zijn nog steeds mega fan. So, girls, go check it out. En ik ga me nu lekker klaarmaken voor vandaag. Dus als jullie ook zo'n lekker stralend huidje willen hebben, go clean glowen. Go with the glow again. Wat zei je? Mooi. Zie je er mooi uit? Ja. Maar ik vind mensen dus zo het mooiste. Je gloot helemaal. Zo'n onzin. Je gloot helemaal. Zo zonder make-up. Dus heerlijk, zo zie je mijn huid van dichtbij. Heerlijk aan het glowen. De mama's op pad. Lekker, hè? We zijn bij mama thuis om alle productiesamples te komen tezamen. En dat moet natuurlijk met de baby's. En Livia had even een slaapje nodig, dus we gaan nu even samen wandelen. Chill even Rocket. Lekker in de zak. In de zak. Helemaal aan het slapen. En ik heb Livia hier in de wagen. Livia wil echt niet in de wagen. In de wagen, mij nou. In zo'n zak. En Rocket wel. Schattig, hè? Kijk, dit is hem. Onze lieve Rocket. Lekker lekker. Mijn mama. Ze heeft de hoodie set aan. Okay. In het crème. En dan met de nieuwe schoenen van Sneaker Legend. Echt, we zijn in love. Ik heb trouwens ook de nieuwe schoenen aan van Sneaker Legend. In het mof. Ik kan ook, zeg maar, nu zo. Ik heb eens 2 kinderen mee. Nou, over 2 jaar weer zo. 2 kinderen op pad. 3. Dan gaan we een tweeling. Oh.
In deze week zocht je ook hoe ik het masker gebruik van Clay & Glow en de moisturizer. Ik heb dus veel fotoshoots gehad de laatste tijd. Dus dan veel make-up op. Met mijn make-up op. Vond heel veel mensen ranzig. Maar ik douche natuurlijk wel, maar gewoon niet mijn gezicht. En ik was dan af en toe mijn foundation eraf in de ochtend erna. Maar ik laat meestal gewoon mijn oogmake-up zitten. Ja. De wimpers en alles. En mijn wenkbrauwen. Ja. Dat zit dan het allermooiste. Dus qua cleaning doe ik mijn huid echt wel hoor. Daar krijg ik heel veel haat over. Ja, echt bizar, maar goed. Maar daardoor was mijn huid wel wat onrustiger. Dus heb ik Clay & Glow gebruikt. En dat gebruiken we eigenlijk altijd als enige kruid. Ja, zoals jullie weten zijn we al sinds het begonnen is met Clay & Glow in te sporten. Ja. En het zijn ook echt hele mooie, lekkere producten. Ik ben normaal gesproken overal allergisch voor. En hier zien we gewoon echt resultaten. Dus vandaar dat je dit vaker bij ons in de vlogs voorbij ziet komen. En alles is roze. En ik vind gewoon elke keer hoe ze het verzinnen. En komt straks ook weer binnenkort weer een nieuw product uit. En ik kan ook niet wachten hier dan wat nieuw product is. Ja, en ik gebruik de mooiste wijze nog het allermeeste eigenlijk elke dag. Ja, ik ken die face wash van aardbei. Ja, en de masker gewoon één keer in de 3-4 weken. Of op de buisjes, als je buisjes hebt. Dus ja. Dat gaan jullie ook zien in deze vlog. En wij hebben ook een eigen kortingscode. Die zie je onderaan deze vlog staan. Oké, als jullie eerst denken, wat is dit voor Oompa Loompa? Ik heb een spraytan opgedaan en ben in slaap gevallen. Dus hello, my orange face. En ik heb de laatste tijd met Livia, ze is heel erg actief, ze kan haar energie niet kwijt. Ze wil niet meer in de sleepy head liggen, ze wil niet meer liggen, überhaupt niet. Ze wil alleen maar kijken, ze is nieuwsgierig. Als ik er eigenlijk rechtop wil zitten, dan wil ze eigenlijk al lopen. Het is echt ongelooflijk. Dus ik heb al de kleur in mijn huis uitgehaald. Maar ja, voor je kind doe je natuurlijk alles. Ik heb nu het allerlelijkste wat je ooit in je leven hebt gezien. Zo'n playmat kleed. Nou, er zit wel genoeg kleur in. Ik heb expres met de meeste kleuren uitgekozen, aangezien Livia helemaal gek is op kleuren. En dit is dan wat je nog helemaal moet bevestigen. De boven, dat is een soort van playmat speeltuin idee. Met lampjes en met beestjes. Dan kan ze echt helemaal de energie in kwijt. En het is liggend. Het is ook nog niet schadelijk. Ik wilde eerst zo'n loopstoel, maar ik denk toch niet echt goed nog voor de heupjes. Ze is nog echt iets te jong ervoor. Dus we gaan nu dit proberen. Maar dat is altijd heel erg mooi. Dan ga je je hele interieur klaarmaken voor je baby. Lekker alles schoon. En moet je er nu op dit hele mooie kleed. Moet je dus nu zo'n ding gooien. Ik ga toch stukken kijken. Oh. Hè? Ze zeggen dat je alles bij kind doet. Ik denk, ik ga nooit zoiets in mijn huis halen. Maar ja, dat doe ik toch wel. Dat is ook best groot. Nou, hier kan Livia echt uren op zitten, mag ik hopen. Liggen. Want ik heb deze. Nou, dat vindt ze echt enig, maar het is gewoon te klein qua kleur. En ik had echt alles in Dior print en lichtroze met wit, zo rustig mogelijk. Maar dat vinden kinderen natuurlijk echt geen ene moer aan. Ik heb nu deze besteld. En wat ik ook altijd nog vind, van die speelgoeddingen. Er is ook echt een branche in. Dat ook echt achterlijk duur is. Dit is €85 voor een mat en een paar speeltjes. Dat ik echt denk van, jezus, wat een geld. €85. Zo'n lelijk ding. Maar ja, als je kind er plezier van heeft, dan doe je het wel. Livia ligt nog lekker te slapen. Het gaat echt mega goed. Ik zal er zo even natuurlijk over laten zien voor in deze vlog. Maar ze is alweer ruim 6 kilo. Ze is 4 maanden nu als ik dit opneem. Ze slaapt niet meer in een co-sleeper. Ze slaapt gewoon echt al in haar eigen bedje s'nachts. Ik doe eigenlijk om 11 uur mijn laatste borstvoeding. En ze wordt gewoon om 6 uur ongeveer pas wakker. Dus doe ik weer voeding. En nu ligt ze er weer in. Het is nu 8:30. Dus dan slaapt ze gewoon door weer tot 8:30. Meestal 9 uur. En dan doe ik er lekker in badje. En dan ga ik me nu opmaken meestal. En dan ga ik richting 9:30 al naar kantoor. Maar de laatste tijd is het een beetje hectisch, aangezien Livia heeft spruw gehad. En ja, voor de niet-mammies onder ons die denken, wat is dit voor onzin allemaal qua babypraat? Moet je even doorspoelen. Dat was een soort schimmelinfectie op haar tong, maar dat kwam ook op mijn borst, aangezien ik borstvoeding gaf het iedere keer aan elkaar over. En sinds die spruw had, was het mij geadviseerd, aangezien de fles zoveel pijn deed. En ik had dit geprobeerd, maar ze gilde het uit dat ik echt alleen borstvoeding kon geven, omdat mijn tepel natuurlijk zachter is dan zo'n fles. En nu wil ze absoluut geen fles meer. Dus ik kan echt maar 3 uurtjes op kantoor en soms is het maar een half uur of een uur, want dan heeft ze opeens weer zo'n buitje of zo'n regeldag. En dan moet ik toch weer naar huis, dat ik word gebeld door Jij. Dus als jullie tips hebben hoe ik dit kan verhelpen. Ik ben elke dag nog aan het oefenen gewoon met 20 milliliter moedermelk om haar een beetje aan te sturen en aan te geven. Ze doet het nu wel in haar mond. Ze schreeuwt niet meer, dus dat scheelt. We zien wel een beetje verbetering, maar ze neemt absoluut geen flesje. En ik denk ook dat ze nog mij ruikt als ik er wel thuis ben. Dat ze denkt, hallo, ik wil gewoon borstvoeding. Dus jij heeft ook al gewoon alleen geprobeerd als ik er niet ben, maar ze ruikt echt overstuur. Ik ga misschien naar zo'n osteopaat. Want ze gaat ook zodra het flesje in haar mond komt kokhalzen, ook met een speen. Ze neemt ook dus geen speen meer, sinds die spruw. Ik denk net of ze helemaal is afgeleerd. Een speen vind ik niet zo erg, want ze is toch bijna nooit aan het huilen. Dus ik hoef eigenlijk bijna nooit een speen te gebruiken. Alleen met in slaap vallen vond ze die speen echt heerlijk. Nu moet ik echt wel met haar wandelen voordat ze in slaap komt of echt aan de borst valt bij mij in slaap.
Dus dat is wel een probleempje. Verder is ze echt geweldig. Ze is lief. Ze is makkelijk. Ze mag binnenkort beginnen aan de eerste hapjes. Dus dan is het van het moedermelk ook niet zo heel erg in de middag. Dan kan jij gewoon een hapje geven. Maar dat kan natuurlijk nu nog niet echt. Dus als jullie tips hebben voor deze beginnende mama, heel graag. En qua tips wat je leest op internet, heb ik natuurlijk allemaal geprobeerd. Ik heb het speentje warm gemaakt. Even met moedermelk. Voor de geur. Aluminiumfolie om de fles heen. Als ze het leuk vindt. Elke dag nog wel proberen. Maar ze neemt het gewoon absoluut niet. Ja, het is gewoon nu al een schorpioentje. Weet gewoon heel goed wat ze wil. Het kleine etterpakje. Dus ik ga nu even voor jullie die speelmat in elkaar zetten. En dan laat ik jullie wel even weten onder de mama onder ons of dit echt de aankoop waard is geweest. En betreft ons nieuwe huis van mij en James, zullen wij binnenkort heel veel over vertellen. We krijgen in mei pas de sleutels. We hebben heel veel bouwplannen. We hebben een architect gevonden, een binnenhuisarchitect. Het wordt echt super mooi. Dus daar ga ik jullie ook echt heel erg meenemen. Verder hebben we eigenlijk niet zo heel erg bijzonder veel gedaan. Het is natuurlijk coronatijd momenteel. In dat opzicht zijn jullie en ik natuurlijk allebei bevallen echt in een rustige periode van Reinders. Dus in dat opzicht is voor ons qua zakelijk een goede tijd geweest. Aangezien we normaal gesproken niet in China zaten. Buitenlandse tripjes naar fotoshoots moesten. Sample sales, modeshows. Eigenlijk dat allemaal dat soort dingen. En dat hebben we nu niet. Dus we hebben nu wel echt de tijd en de rust voor onze kindjes op te voeden. En maar we hopen wel weer dat we zo binnenkort gewoon weer onze meet and greets kunnen doen. Sample sales, gewoon echt dat contact. En het creatieve gedeelte missen we nu wel echt met z'n tweeën. Maar goed, we gaan het nu gewoon de winter gaan we ook nog even kijken waar we dat gaan shooten. We gaan sowieso niet naar het buitenland. We moeten gewoon in Nederland leuke plekken vinden. En ja, iedereen heeft er helaas mee te maken. Dus ja, het is ook niet anders. Ik hoop dat jullie begrijpen dat we iets minder content hebben op Instagram dan normaal gesproken. Maar we maken wel gewoon onbewust, dit is eigenlijk mijn plekje, waar ik foto's maak. Met Livia gewoon lekker in daglicht thuis. En onze collectie hebben we ook helemaal leuk aangepast. Het was natuurlijk altijd al comfortabel en draagbaar. Dus wij zitten gewoon in een goede hoek. Het is niet gaan jurken of uitgaan. We willen misschien, als jullie er leuk op reageren, een pyjama collectie uitbrengen met kerst, met badjas, sloffen, noem het maar op. Dat we een beetje dat comfy weer gewoon echt extra uitbreiden. En we willen jullie allemaal bedanken voor de mega support allemaal de laatste tijd. Natuurlijk toch een hele moeilijke tijd. Ook voor onze winkeliers en ook gewoon voor iedereen eigenlijk in de sector. Dus ik wil gewoon jullie heel erg bedanken voor alle support sowieso. En als jullie denken, hoe gaat het met Frankie? Frankie gaat heel goed, hè? Hij zit nu aan de medicatie, dus hij voelt zich heel goed. Krijgt zijn haar weer terug. En je bent wel weer mijn oude, hè? Ja, manny. Hij wordt bijna 2. Jullie wordt bijna 3. Om mijn eerste kindjes. Oké. Ik heb weer gepraat als een brugman. Niet je zus pesten. Ik hou je op de hoogte van het lelijke ding als Liefje erin ziet en lacht. Dan denk ik, ah, oh, het is het allemaal waar. Maar het liefste gooi je dit toch gewoon weg. Ja? Ergens in de hoofd. Ja, ik. Moet je bijna. Je mag het bordje niet. Je weet niet waar je moet beginnen. Je bent helemaal aan het ontdekken, hè? Nou, volgens mij vind je het wel leuk. Ja. Hé, hey, Liefje. Ja. We hebben geen aandacht meer voor mij. Vind je het zo mooi? Nou jongens, tot nu toe, zo far zo goed. Hey guys, dacht ik laat even jullie zien hoe leuk Livia het vindt. Het is de beste koop geweest ever. Hi. Wat zijn het voor mooie sterren allemaal. Ja. Ik weet alleen dus niet. Ik kan het niet op een andere manier bevestigen dan dit. Dat lampje. Het is op zich geen sterk lampje, maar het komt dus wel in haar gezicht. Of dat erg is. Dat weten we niet. Dat gaan we nog eventjes onderzoeken. Als ik haar gezicht er niet in doe, dan zien de sterretjes niet. Nee. En ze is alleen maar aan het trappen. Je vindt het hartstikke leuk. Een been omhoog. Ja. Oh, oh, zo leuk allemaal. Dus daar lig je dan op de grond op vrijdagavond. Dat is mooi, Olivia. Ik film er altijd van de onderkant. Heel oncharmant. Ik vind het zo leuk met die onderkin. Ik ga het wel naar zichzelf kijken. Oh, nee. Oh. Dus, als ik voor de vragen, deze is van Prenatal, maar hij is wel echt leuk. Ja, hè? Al die kleurtjes. Ja, ik vind het heel mooi. Ze is er dol op, dus. Zeg maar dag. En voor de rest. Verder zie je dat ik een vreselijk kleed heb gekocht. Speelkleed. Voor Livia. Oh, ik was altijd dat ik dacht, ik ga nooit in mijn huis kleur doen. Welk kleur? Mooi kleur. Ik heb nu alle kleur eruit gehaald en nu komt zij met alle kleur van het speelgoed binnen. Maar ja, ze vindt het echt geweldig leuk, die lampjes. En ze is gewoon echt wel een uur echt kan ze daar vertoeven. Dus soms is het gewoon even lekker dat ze ook gewoon lekker kan bewegen en naar de lampjes kan kijken. Voor de vragen tijdens van Prenatal. En die dingen zijn ook altijd hartstikke duur. €89 voor zo'n kleed. Vind je dat opeens duur? Ja, ik vind het echt voor zo'n kleedje. Vind ik echt koop de Dior kleding voor, dat is bizar. En een kleedje vind je duur. Ja, voor wat het is, is het wel. Ja. Denk jij dat je ooit zo'n speelgoedkleed koopt? Nee. Ja, dat zei ik ook. Nou wacht, over 2 maanden, jongens. In dit huisje nog wel, maar niet in mijn nieuwe huis. Echt niet. Nee. Met alles nood. Komt er zo'n kleed. Of ik koop hem, maar dan gaat hij wel in de kast. Ik laat hem nog niet liggen, wat jij hebt. Nee.
Dus dan berg ik hem op. We hopen dat jullie onze vlog weer leuk vonden. We hebben ons best gedaan. We proberen het ritme natuurlijk wel weer op te vangen. Maar ja, we zijn net mama's, allebei een baby. Dus ik hoop wel. En allebei een eigen. Of allebei een eigen zaak. We hebben natuurlijk ook nog een eigen fashionleven waar we ook heel druk voor zijn. Dat vergeet jullie misschien ook. Dus, maar daar doen we ook nog heel veel zelf voor. Dus we hopen dat jullie ons wel blijven supporten. En er komt nog heel veel beeldmateriaal. Niet alleen maar voor baby's. Maar ja, het is natuurlijk wel één in ons leven nu. Dus het zal wel heel veel baby's vinden. En de volgende vlog is denk ik alleen over de kleine van Romee en Dani. Je kunt niet wachten. Kunnen niet wachten. Dus duim met jullie mee. En love liners. Oh, boosjes. Ook blij van Rocket.